na 2014 gemeenteraadsverkiezingen en ook in Winterswijk kan het tellen van de stemmen beginnen. Veel Winterswijkers hebben de weg gevonden naar het gemeentekantoor om te kijken hoe de uitslagen zijn geworden. Ben ik te verstaan? Ja, ook achterin? Ja? Goed, dan heb ik voor u de opkomst. Die kan ik meteen wel verklappen. 59%. Daar zijn zelfs inderdaad niet zo heel blij mee te zijn. Dat had niemand gedacht. Ik weet niet precies wat de landelijke trend is. Dan hebben wij inmiddels ook de uitslag van 9 stembureaus. En ik zal zeggen welke er nog niet zijn. Want dat zegt natuurlijk wel een beetje over de tussenuitslag. Dat zegt iets over de tussenuitslag, omdat de stembureaus, dat weten jullie, natuurlijk allemaal wat verschillend geaard zijn. Juliana, de ene erachter is Meadow en Juliana is Bolt. Hè? Die 5 hebben we nog niet, maar we hebben er dus 9 wel. En daar kan ik jullie de tussenuitslag van laten zien. En die hebben we op sheet. Meneer Van Eijkerk, de eerste cijfers voor Winterswijkers Belang zijn uitermate hoopgevend als ik Winterswijkers Belanger zou zijn. Nee, dat klopt. Het ziet er goed uit. Nog heel even de laatste uitslagen binnen en dan hoop ik dat we de handen in de lucht kunnen steken. Jan. Is er een verklaring voor dat in Winterswijk die opkomst op 59%, dus 2% hoger dan 4 jaar en vermoedelijk 10% hoger dan landelijk, dat die hier zo manifest is? Ja, weet je, ik ben er nog een beetje beduust van, want ik heb dat getal ook net gehoord. Maar ik denk dat het heeft toch te maken met de behoorlijk aanwezige campagne die we met z'n allen hebben gevoerd. En ik denk dat wij in ieder geval de Winterswijkers een aantal punten hebben voorgelegd die het echt de moeite waard zijn om naar het stembureau te gaan. Is één daarvan Winterswijk zelfstandig? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Het is ook echt een serieus punt, alleen dan is altijd nog de vraag, pakken mensen het op? Hè? Vinden ze het belangrijk genoeg om naar de stembus te gaan? Maar goed, blijkbaar heeft dat heel misschien geholpen. Ik heb het dan natuurlijk nog niet geanalyseerd. Nou, we wachten nog even op de definitieve uitslag, maar er is al een klein feestje. Nou, we zijn al een beetje aan het inneuren hier, maar nog wel een heel bescheiden, op een bescheiden volume, laat ik het maar zo zeggen. Okay. Nou. Mevrouw Saris, lijsttrekker CDA, dat is onmiskenbaar, maar dat is zichtbaar. Er is een kleine tussenstand inmiddels en die geeft een voorzichtige trend, waarbij Winterswijkers Belang bovenaan staat, maar het CDA de tweede partij wordt. Met enige voorzichtigheid als het gaat om de finale uitslag. Hoe kijkt u er nu tegenaan? Nou, ik ben nou wel hier heel blij mee met in ieder geval de tussenstand. Maar goed, er moeten nog een aantal stembureaus komen. Belangrijke en grote stembureaus. Dus ik ben nog even voorzichtig. Maar ik zag vanavond de uitslag landelijk van het CDA. En toen dacht ik van, nou, daar is de trend niet zo heel positief. Dus ik hoop dat wij hier weer een trendsetter zijn en de andere kant op gaan. In ieder geval, als het om de opkomst gaat, is het wel trendsettend. Ja. De andere kant op, want volstrekt tegen de landelijke trend in, een lichte stijging. Hartstikke mooi, 58%. En volgens mij ook nog fors meer dan 4 jaar geleden. Want volgens mij hadden we toen een opkomst van 50%. Nee, 57. 57. En het is nu 59. 2%, maar nou, toch van betekenis. Toch heel mooi. En ik ben al heel blij met de mensen die nu al het stem op het CDA hebben uitgebracht. En ik hoop ook dat wij de tweede partij worden. Maar nogmaals, ik ben nog even heel voorzichtig. We wachten het eind van de avond af. Ja. Dan spreek ik u vast wel weer. Graag. Tot dan. Meneer Tolsma, we zijn nog niet aan het eind van de uitslagenavond, maar u staat met uw jas aan. Gaat u naar huis? Ja. En mag ik vragen waarom? Is de teleurstelling te groot? Nee, maar ik moet het thuis wel nog een beetje opkikkeren. Tot dusver zagen we een betrekkelijk, en dan zeg ik het voorzichtig, kleine uitslag voor u. Had u daar rekening mee gehouden? Nee. Nee, ik was te optimistisch. U was te optimistisch. Dit was uw entree mogelijkerwijs in de politiek geweest over 4 jaar weer? Wellicht. Wij zijn als laatste binnengekomen en we gaan nog als eerste weg. Dus, plezierige avond nog. Mag ik wel eventjes iedereen bedanken. Ik moet ook zeggen dat de grote winnaar is tot op heden de WB en de CDA. En dat geeft wel wat stabiliteit in de dorpspolitiek. Dus in die zin vindt u de uitslag niet vervelend? Even los van uw eigen verlies? Nee, ik heb me ook nergens op gefocust. Kijk, als jullie vragen van hoeveel zetels er denk je te krijgen, dan zeg ik natuurlijk 3. Maar je weet het van tevoren nooit.
Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. Ik ben 10 weken redelijk druk geweest. En ja, het is de moeite waard om het gedaan te hebben. Nogmaals een plezierige avond. Dank je. Toen was alles binnen. De laatste was de Pelkwijk, daar moesten we net even wachten. Maar die is er ook. En dan heb ik voor jullie 2 sheets. De eerste is het absolute aantal stemmen, dat is deze. Dat is dus voor WB 3630. Voor de PVD 2341. Voor het CDA 2679. Voor de PvdA 1845. Voor de SP 1666. En voor D66 892 en lijst 753. Nou, en dan komt het spel van de zetel, van de, ja, de zeteltoewijzing. En dan krijg je restzetels en dergelijke. Dat gaat volgens een bepaald systeem, volgens het systeem van de grootste gemiddelde. En daar hebben we ook een sheet van. En die is natuurlijk het meest interessant. Rick, laat hem zien. Dat is het. De voorlopige zetelverdeling. Het kan zijn, want er wordt hier en daar nog even herteld. Maar wij verwachten dat deze niet is, maar we noemen hem toch even voorlopig. Dus dat zijn dan 6 zetels voor WB, 4 voor de VVD en 4 voor het CDA. 3 voor de PvdA, 3 voor de SP en 1 voor D66. Ja! Mooie kunnen we niet maken. De einduitslag is bekend en ik vraag natuurlijk weer burgemeester Van Beem hoe het tot stand is gekomen. Ja, ja, toch wel echt weer een verandering. De einduitslag is 6 zetels voor Winterswijks Belang, 4 voor de VVD, 4 voor het CDA, 3 voor de Partij van de Arbeid, 3 voor de SP en 1 voor D66. Verrassend? Daar ben ik aan gewend, want ja, kijk, vroeger was een verkiezing misschien wel voorspelbaar, maar tegenwoordig is een meestal toch wel een uitslag verrassend. En ik vind hem bij ons ook weer enigszins verrassend, hoewel hè, de verschuivingen zijn natuurlijk toch te overzien. Maar ja, opvallend is in ieder geval natuurlijk ook de winst voor de SP, het verlies voor de Partij van de Arbeid. De VVD stond op 5 en gaat naar 4. Het CDA blijft gelijk. En Winterswijks Belang stond op 5 en gaat naar 6. Dus er zitten wel per partij toch ja, relatief flinke verschuivingen in. Ja. Aantal stemmen voor lijst 7? Dat heb ik niet paraat, maar dat was dus niet voldoende voor een zetel. Ze staan hier in de tabel. Net niet meer te zien, geloof ik? Nee, ja. Dat heb ik niet paraat, maar dat zit tussen de 1 en 200. Dat is niet genoeg voor een zetel, want je hebt ruim 600 stemmen nodig voor een zetel. En ja, dus je ziet dat niet alle partijen dat gehaald hebben. Dat is dus de zogenaamde kiesdrempel. Ja, en 6 partijen hebben die gehaald, maar lijst 7 dus niet. Wat gaat er nu vanavond verder nog gebeuren? Nou, hier zijn heel veel mensen, vind ik ook erg leuk. Dus iedere partij is hier met een flinke delegatie. De mensen hebben meegedaan aan de campagne, de kandidaten ook. En ik hoop dat ze nog even blijven. Ik weet dat sommigen wel nog op hun eigen plek hebben afgesproken. Dat zal in de loop van de avond wel gaan gebeuren. Maar dit is nog maar de halve uitslag. Want je kunt vrij makkelijk via voorkeurstemmen gekozen worden. Dus wat nu bekend is, is het aantal zetels. Maar nog niet precies wie binnen de partij dan die zetels gaat bezetten. En dat hangt af van de voorkeurstemmen. Want je hebt maar een kwart nodig van de kiesdeler. Dus dat zijn ongeveer 150 stemmen. Om met voorkeurstemmen gekozen te worden. En de vorige keer is dat door een flinke groep mensen gebeurd. En dat blijkt pas in de loop van vanavond. Want de tellers op het stembureau zijn nog steeds bezig. Om de aantallen binnen de partij nu, dus per kandidaat, precies uit te rekenen. Als we dat hebben, dan weten we wie er precies in de gemeenteraad komt en wie niet.
Dat wachten we ook weer even af. Burgemeester Van Beem, hartelijk dank weer. Graag gedaan. Goed, 3 lijsttrekkers op een rijtje. 2 winnaars, 1 een beetje een verliezer. Meneer Van Eijkerken, Winterswijkse Belang. Groter dan de vorige keer. U zult heel tevreden zijn. Ja, natuurlijk. Super tevreden. Kon niet beter. Dus alle Winterswijkers die op ons gestemd hebben, bedankt. En zijn nou die stemmen die bij Winterswijkse Belang terecht zijn gekomen van de VVD afgekomen, meneer de Gonder? Nou, ik weet het niet. Kijk, wij zijn een liberale partij, maar er is natuurlijk nog een liberale partij bijgekomen, D66. En die hebben 1 zetel gekregen. Dus ik vermoed dat die van ons naar hun is gegaan. Maar ik moet zeggen, ik feliciteer WB. Ze hebben een goede campagne gevoerd. En ik denk dat ze heel tevreden mogen zijn met deze uitslag. En ja, ik ben ook tevreden wel met onze uitslag. Als je kijkt naar de landelijke trend, hebben we denk ik toch in Winterswijk best aardig gedaan. Maar natuurlijk hadden we gehoopt meer. Dat kan uw buurvrouw ook zeggen, want de landelijke trend was voor het CDA anders. En CDA heeft zich in ieder geval keurig gehandhaafd in Winterswijk. Nou, gehandhaafd. Wij zijn van de derde partij naar de tweede partij. Maar als je kijkt naar het aantal zetels. Ja, dat heeft zich helaas niet vertaald in een zeteltje erbij. Dat vind ik jammer. Maar ik feliciteer in ieder geval mijn buurman met de overwinning. Want WB is de grootste geworden. Ik ben heel blij dat wij ons toch tegen de landelijke trend in zo goed hebben weten staande weten te houden. En ik denk dat dat een groot compliment is aan onze mensen in de raad en ook aan ons campagneteam. En natuurlijk aan de Winterswijkers die op ons hebben gestemd. Meneer de Gonder, is dit een reden om het huidige college voor te zetten? Nou, als je kijkt naar het zetelaantal, als ik dat vertaal zeg maar, naar de stemming, dan denk ik dat de Winterswijkers het hebben gewaardeerd hebben dat er geïnvesteerd is de afgelopen jaren in Winterswijk. Maar van de andere kant dat het ook een duidelijk signaal is van, nou ja, dat wat de VVD zegt wordt ook wel gewaardeerd. Want het is niet zo dat we heel erg gezakt zijn. Dit hadden we ook wel een beetje... Nee, maar de vraag was, is dit een kans om het college voor te zetten? Ik wou dus eigenlijk zeggen, de Winterswijkers hebben dus eigenlijk toch wel het beleid van de afgelopen jaren gewaardeerd. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dat is een steun voor het zittende college. Meneer Van Eijkerken, ziet u dat ook zo? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog niet eens echt goed de definitieve uitslag op heb gezien. Ik stond achter in de zaal. Dus ik werd van alle kanten gefeliciteerd. Dus ik heb daaruit afgeleid dat wij de meeste stemmen hebben binnengehaald. Daar ben ik heel blij om. Maar ik vind dat we eerst eens even een paar dagen de tijd moeten nemen om het op ons in te laten werken. En dan zien we verder. We moeten er gewoon eens even over nadenken. Maar het lijkt toch niet logisch dat er een collegewijziging komt met zo'n uitslag als je kijkt naar de andere uitslagen van de andere partijen? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik op dit moment helemaal niet weet wat wel of niet logisch is. Ik zit in een soort euforie. En ik vind, laat eerst de nuchterheid maar morgen weer eens even terugkomen. En dan gaan we rustig kijken wat nou de uitslag is. En daar eens over nadenken. Mevrouw Saris, ik ken u als een nuchter mens. Is de nuchterheid bij u al zo ver ingedaald dat u kunt zeggen, we gaan wel of niet verder in dit college? Nou, wij, het CDA neemt altijd haar bestuursverantwoordelijkheid. Maar WB is nu als eerste als grootste partij. En ik laat me graag uitnodigen. Maar u heeft in de campagne al heel veel complimenten gehad, met name van WB. Ilse heeft het goed gedaan, dus wat is logischer? Nou ja, goed, dan ga ik vanuit dat in de campagne is gezegd dat ook aan de onderhandelingstafel wordt gezegd. Dames en heren, hartelijk dank.